Hallo allemaal, hoe maak ik mijn mondeling tot een succes is weer het volgende onderwerp van Lezen voor de Lijst. Je vraagt je af wat je op je mondeling kunt verwachten. Dat hangt af van allerlei factoren waaronder je luister- en spreekvaardigheid. Het wordt wel eens vergeten dat dat ook een belangrijk onderdeel is. En dan natuurlijk de kennis en de achtergronden van je boek, van je boekenlijst. Voor VWO'ers komt er dan nog een klein stukje literatuurgeschiedenis bij. Van de boeken voor 1880. Je luister- en spreekvaardigheid behoren apart te worden beoordeeld. Daar kun je dus altijd naar vragen als je je cijfer krijgt. Meestal duurt je tentamen, als alle boeken gevraagd worden in één keer, ongeveer 20 minuten. Dus houd er rekening mee dat er maar een paar boeken wat uitgebreider aan de orde kunnen komen. Verder heb ik een paar tips. In de eerste plaats, zorg ervoor dat je twee lijsten bij je hebt. Kopieën van de lijst die je gemaakt hebt. En die neem je mee naar het tentamen. Eén voor jezelf en één voor eventueel een gecommitteerde, als die er is. Is er geen gecommitteerde, dan wordt er waarschijnlijk een opname gemaakt van het gesprek. Controleer je lijst op spelfouten, is mijn tweede tip. Want dat is heel naar als er een spelfout in de naam van een auteur zit, of in de titel, of de ondertitel. En zorg dat die lijst er heel verzorgd uitziet. Maak er een Word document van op A4 formaat. Vermeld auteur, de titel, als er een ondertitel is dan de ondertitel, en jaartal van de oorspronkelijke druk, van de eerste druk. Dat kun je altijd op internet vinden als je je boek al ingeleverd hebt bij de bibliotheek. En wat is de eerste druk? Dat is belangrijk. Verder natuurlijk je naam, je klas en je examennummer. Sorteer je boeken op jaartal van eerste druk. En de rest chronologisch daaronder. Dus de oudste is nummer 1. En dan zo verder naar beneden. Heb je veel boeken uit een bepaalde tijd, bijvoorbeeld uit de jaren 60, ik noem maar wat, dan kijk je even in je schoolboek of er informatie over die periode is. Want dan is het belangrijk dat je die achtergrondkennis ook hebt. Maak een lijst van de motto's van de boeken en neem die mee. Vraag dat even aan je docent of dat mag. Die leg je ook voor je. Dan kun je altijd het motto zo oplezen of daarna kijken van wat was dat ook weer. Want daar wordt vaak naar gevraagd. Het mondeling, is mijn volgende tip, wordt als het goed is een gesprek. Dus het is niet alleen maar een ondervraging, maar ook een gesprek over jouw leeservaring. De inhoud van je boeken en de achtergrondinformatie. Dat wordt ook wel de secundaire literatuur genoemd. Luister goed naar de vraag. Wat willen ze van me? Welke kant moet ik op? En probeer het initiatief te nemen in dat gesprek. Er is helemaal niks tegen. Als het goed is, dan zoekt je docent naar wat je weet over een boek en niet naar wat je niet weet. Er is altijd iets wat je niet weet over een boek. Dat is nu eenmaal zo uitgebreid wat je er allemaal over kan zeggen dat dat het geval is. Dat je dingen zijn die je niet weet. Raak daardoor niet in paniek, maar probeer het gesprek een beetje te sturen. Wees beleefd. Zit er recht op, ga er niet bij hangen. Wees geïnteresseerd en durf te vragen als je het antwoord niet weet. Je kunt bijvoorbeeld vragen, kunt u de vraag nog op een andere manier stellen? Dat helpt je vaak om te begrijpen wat nou eigenlijk de vraag is. Dat helpt ook om het antwoord te vinden. Dat moet je niet te vaak doen natuurlijk. Je moet niet heel vaak zeggen van, kunt u het nog op een andere manier zeggen? Want dan krijgt de ondervrager de indruk van dat je er eigenlijk niet zoveel van weet. Het initiatief nemen is makkelijker dan je denkt.
Je laat zien wat je weet, wat je wel weet, ook al kun je even niks met de vraag. Een paar voorbeelden. Wat mij opviel in het boek was, en dan geef je een ander antwoord dan eventueel gevraagd is, of je stuurt een beetje in de richting van waar je wel kennis over hebt. Uit de achtergrondliteratuur heb ik geleerd dat, en dan volgt wat je geleerd hebt. Als thema heb ik ervaren, thema is namelijk eigenlijk wat de lezer ervaart als het centrale probleem. Dus op een bepaalde manier kan dat niet gauw fout zijn. Je moet wel met informatie uit het boek zelf kunnen onderbouwen waarom je voor dat thema hebt gekozen. Je kunt niet meer zo wat zeggen. Op dit onderdeel heb ik niet zo gelet, zeg je, maar ik weet wel dat, en dan ga je de kant op die jij wil. Wat u daar zegt, komt ook voor in roman Ei. Maar in deze roman is me dat niet opgevallen, zeg je dan. En dan geef je aan van, vraag maar over die roman Ei. Er zijn veel verschillen tussen dit boek en een ander boek. Dat moet je altijd bij de voorbereiding ook even doen. Dat je even kijkt van, lijken die boeken op elkaar? Hebben ze misschien een beetje een thema dat vergelijkbaar is? Of juist een perspectief dat vergelijkbaar is? Of een slot dat vergelijkbaar is? En nou, ga maar door. Vaak wordt er gevraagd naar je leeservaring en docenten Nederlands die zijn er echt wel dol op om te kunnen zeggen na het tentamen, deze kandidaat, deze leerling, kan echt goed zijn eigen leeservaring weergeven. Die kan zeggen wat hij ervan geleerd heeft. Dan gebruik je de volgende argumenten. Het structurele argument gaat over de opbouw. Bijvoorbeeld de aanslag van Moelis is prachtig doordacht opgebouwd, lijkt op een klassieke tragedie. Boeken van Tim Krabbé, Het Gouden Ei bijvoorbeeld, zit ook geheid, geramd in elkaar. En dan is het ook goed dat je dat kunt zeggen, hoe die in elkaar zit. En dat je dat gewaardeerd hebt, dat je zegt van, dat is knap gedaan, bijvoorbeeld. Dan het realistische argument. Dat gaat over het werkelijkheidsgehalte van het boek. Dus hoe reëel was het? Hoe werkelijk was het? Nou, Joe Speedboat bijvoorbeeld, dat is op het randje. Nou, daar gebeuren dingen waarvan je zegt, nou, die kunnen in de werkelijkheid eigenlijk niet plaatsvinden. Die komen eigenlijk nooit voor. Dat kun je positief waarderen. Je kunt zeggen, dat vind ik heel knap om zo'n boek te schrijven wat niet zo realistisch is, maar toch heel erg boeit en wat ik uit wilde lezen. Maar je kunt ook zeggen, nou, ja, dat vind ik dan eigenlijk wel wat minder interessant, omdat ik voortdurend het gevoel had dat ik iets was aan het lezen was wat niet werkelijk zo gebeurd zou kunnen zijn. Het morele argument kun je altijd gebruiken. Dat is bijvoorbeeld bij komt een vrouw bij de dokter, daar zou je de hoofdpersoon wel een egoïst kunnen noemen die toch met vrouwen naar bed gaat terwijl zijn eigen vrouw op sterven ligt. En dan kun je zeggen van ja, nou dat vind ik afkeurenswaardig en daarom vond ik het boek niet mooi of interessant of boeiend of wat dan ook. Dan het vernieuwingsargument. Iets is nieuw voor jou als lezer. Dat hoeft niet voor de docent te gelden. Die heeft meer gelezen, dus die zal iets misschien niet zo nieuw vinden. Maar je kunt wel zeggen, ja, ik vond dit of dat deel van het boek, of de opbouw van het boek, of vond ik nieuw, was nieuw voor mij. Bijvoorbeeld, wat heel weinig voorkomt in Perenbomen bloeien wit van Gerbrand Bakker is een wij-perspectief. Nou, dan zeg je, dat was nieuw voor mij, dat heb ik nog nooit eerder gelezen. En dat vond ik erg geslaagd. Of, ja, dat vond ik niet zo goed. Dat is maar wat je van je boek wil zeggen. Je moet proberen er een beetje een coherent verhaal van te maken. Dus ik zou bij de voorbereiding ook die boeken even langslopen en denken van, wat vind ik daar nou eigenlijk van?
Wat is mijn leeservaring daarmee? Vond ik dat goed of niet? Dan het emotivistische argument. Wat heeft het boek met mijn gevoel gedaan? Nou, Peter Zanting, 1 uur en 18 minuten, is een droevig boek. Hè? Daar word je ook zelf door geraakt, geëmotioneerd door wat er gebeurt, door die zelfmoord in dat boek. Nou, en door het verdriet van zijn vrienden. En dan kun je zeggen van ik heb meegevoeld en dat vind ik goed dat een auteur dat kan. Het intentionele argument, dat is een beetje een ingewikkeld argument. Dan moet je eerst even de bedoeling reconstrueren van de auteur. Wat wilde die auteur? En daarna zeggen of hij erin geslaagd is. Bijvoorbeeld Bezonken Rood. Daar wilde de auteur, Jeroen Brouwers, ook aandacht voor die kampen in Indonesië. Die de Japanners hebben ingericht. En wilde aandacht voor de verschrikkingen die een kind dan meemaakt. Nou, is hij daarin geslaagd? Hè? Heeft hij jou overtuigd? Dat kun je zeggen. Het moeilijkste is het stilistische argument. Dan moet je namelijk begrippen gebruiken die met het taalgebruik te maken hebben. Kees van Koot gebruikt bijvoorbeeld nieuwvormingen, hè? Neologisme, nieuwe woorden. Dan moet je dat woord neologisme wel paraat hebben. En over het taalgebruik spreken doe je meestal nadat je dat in mijn video's hebt opgepikt. En dan gebruik je die term ook van, nou, ik vond dat aspect van het boek erg goed. De bijvoeglijke naamwoorden bijvoorbeeld, die gebruikt worden nogal veel in De Tweeling van Tessa de Loo. Die gebruikt heel bloemrijk. Bloemrijke taal met bijvoeglijke naamwoorden. Natuurlijk hoef ik je niet te vertellen dat je beter de boeken wel kunt lezen en niet op het uittreksel af kan gaan. Nou ja, kom je in tijdnood, kun je altijd van mijn video's gebruik maken, want ik heb het vaak zo ingericht dat je alles wel even aangeraakt heb wat belangrijk is en dan kun je het zo proberen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is dat je op tijd begint, de boeken leest en vervolgens kun je mijn video's gebruiken als achtergrondinformatie. Dan hoef je eigenlijk nauwelijks nog secundaire literatuur op te zoeken. Dat is dus ook handig. Ik wens je heel veel succes bij dat tentamen en een beetje zelfvertrouwen. Dat is belangrijk. En als je mijn video's hebt gebruikt, dan hoef je niet bang te zijn, want dan ga je absoluut scoren. Ik wens je daarbij het allerbeste. Dankjewel.